Salm is echt een hele lekkere vis. Als je maar weet hoe je het klaar moet maken. Ik ga jullie laten zien hoe je de perfecte zalm klaarmaakt. Die vis eerst op de huidkant 2 minuten bakken. Na 2 minuten zet ik het vuur wat lager, druik de vis om en dan bakken we de andere kant, die bakken we even voor 3 minuten. Later that same evening. Kijk, als je de zalmmoot nu opensnijdt, zie je dat die van binnen nog een beetje roze is. En dat zorgt juist voor die perfecte smaak, dat de zalm net tegen het garen aan zit. Nou, dat is zo lekker. Het heeft eigenlijk maar zo weinig nodig, hè? Een beetje zout en peper, dillen. En dan gebakken en die vis doet de rest.